Ja, morgen of ja, wel echt toch moe. Niet op let. Het is nu bijna 7:30. Ik ga bijna even trekken naar het station, anders mis ik mijn trein. Maar zoals jullie kunnen zien, ik heb nog een extra rugzak mee, want om een keer die reizen was vol. Ik weet niet hoe ik het voor mekaar heb gespeeld, maar ik ga voor 2 dagen weg. Ik heb 2 rugzakken mee. Ja, vrouw nee. Ja, ik ken mezelf. Maar ik denk dat ik hier alles bij elkaar heb met mijn gsm mee nog, die moet nog weg. Mijn oortjes moet ik ook nog ergens wegsteken. Moet nog mijn GoPass invullen en dan gaan we vertrekken naar het station. Nu al kunnen slapen. Maar dat is dus ons bed. Ja. En voor de rest is er hier niet zo heel veel te zien, behalve veel te veel eten, veel te veel dranken en een televisie. Waar dat er geen VTM op te zien is, dus ik ga geen familie kijken. En we hebben echt een kei cool uitzicht. Kijk maar. Echt prachtig. En in de verte kan je zo helemaal naar beneden kijken. En blijkbaar is het hier goed aan het vriezen hier in Nederland, want dat vijvertje is hier nog altijd bevroren voor een heel stuk. We hebben hier zo'n terras daarboven. Maar ik ga denk ik nu niet op dat terras gaan zitten, want het is nu veel te koud. En hier in de verte zitten zo allemaal vogelhuisjes. Dat zie je eigenlijk wel niet veel. Oh ja, toch bij ons niet. Echt wel nog cool. En hier is onze... Oh, je slechte steek. Werk, dank u. Hier is onze badkamer met onze lavabo, de douche en het toilet. En dat is ook iets raars. Dat is vol. Ah, dat is wat toiletpapier. Nu begrijp ik het. En dat is een aardroger, ja. Maar dit is wel cool, die zeep die daarin zit. Cool. Ik heb espresso zeep meegenomen omdat ik dacht dat we geen zeep ging nemen. En wel, nu hebben we al zeep. Zelfs zo shampoo in de douche. Allee, wat doe je dat ding erin? Kijk. Zelfs shampoo in de douche. Wow. Het is best dat je 2 paar schoenen meer hebt. 2 paar sokken meer hebt. Mijn sokken zijn... al veel. Tja. We komen dus helemaal van daar waar dat meisje loopt. Daar ongeveer. Daar. En waar moet je nou? Are you kidding me? Oké. Vooruit. Het is toch wel echt prachtig. Door al die bomen zie ik het bos niet meer. Nu ben je rustig aan het wandelen en dan kom je
dat voor iets tegen? Als je toch iets met, ja, met veel te veel fantasie bekijkt, dan is dat toch like zo'n alien-achtig schip ding. Waar dan er molen kunnen uitkruien of konijn kunnen uitkruien. Ja, zoiets. Nog niet terug. Ja. Dat wil ik te zien. Het grootste wandelroutje pakken. Ja. Zijn nog gelukkig niet verdwaald. Nog niet. Nee. Gaan er wel uitkomen. Gaan er wel uitkomen. Altijd rechtdoor in de zon blijven volgen. Als er nog zon is. Tenminste. Zo. Ah, dat is echt... Deugd jong, echt niet normaal. Zo even zo gewoon in de natuur gaan wandelen, even geen zorgen. En ja, die omgeving was echt zo mooi. Je kon echt zo ver kijken, zoals je wil. Zoals je wil. Ja, ik weet niet of dat klopt, maar bon. Dat heeft me dus echt deugd gedaan. Zo echt frisse lucht. Niet heel dat ik hier binnen zit, want ja, de laatste weken heb ik veel te veel binnen gezeten. En nu heeft dat echt... gedaan. Maar ja, ik heb er echt honger van gekregen, dus ik ga gaan kijken wat het is voor het eten. En dan gaan we nog op het gemakje iets anders gaan doen. Maar ik sluit deze video nu al af. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Geef deze video zeker een blauw duimpje. Subscribe voor je dat nieuw is. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Ciao!